Katja, er is telefoon voor je. Oh, ik pak hem bij mijn kantoor. Met Katja? Ik ben het. Niet ophangen. Waarom bel je me hier? Je weet toch... Nee, niet zeggen. Ik kan Gerard niet meer vertrouwen. Ik heb geen controle meer over wat hij doet. Dat is alles wat ik je nu kan zeggen. Wees voorzichtig alsjeblieft. Ik zorg dat je hieruit komt. Je hoort snel van. Katja. Ja? Alles komt goed. Ja. Alles? Ik ben nog bezig met de rest. Maar ik dacht dat dit wel belangrijk was. Dank je, Kitty. Vanavond. Ja. Hey. Het is niet voor altijd. Zorg dat je vrij bent vrijdagavond. Eerst zeggen wat we gaan doen. Nee, het blijft een verrassing. Ik hou niet erg van verrassingen. Van deze wel. Ik zal er zijn. We hebben een beetje meer tijd nodig. Alleen met die foto's uit het restaurant komen we nergens. En waarom douwen we ze niet gewoon onder zijn neus, zomaar, plotseling? Als hij er niet op bedacht is. Ontkent hij gewoon alles? Waarom zou een officier van justitie niet mogen lunchen met zijn advocaat? Nee, we hebben wat anders nodig. Iets waar Bilderdijk niet onderuit kan. Kinky! Hoe ver ben je? Ik kan in de computers van de PTT. Nog niet allemaal. Ik kan nu alle historische telefoonnummers opvragen die Bilderdijk ooit heeft gebeld. Ik moet alleen zijn nummers hebben. Directe lijnen, privélijnen, alles. Mobiele nummers. En dan heb je het. Jij hebt zijn nummers. Maar dit is geen officieel onderzoek.
Nee. Wij noemen dit een oriënterend vooronderzoek. Ik hoop wel dat je wat vindt. Komt ze dan bij? Ja. Die meneer Ruisdaal is laat vandaag. Onder welke groep wel die vrouw? Huishoudendivisie. En die tuinman is van de groendivisie. Goed georganiseerd, die criminelen. Klein foutje. Maak nou eens één klein foutje. Wat doen we eigenlijk als ze geen foutje maken? Staan we binnenkort parkeerbonnen uit te delen. Ja? Meen je dat? Waar? Ja, wacht even. Ja, je hebt gelijk. Ik zie ze. Nee, doe voorlopig maar even niks. Ik vind het wel een veilig idee. Een beetje politiebescherming kan geen kwaad. Oké. Ik ben blij dat je er weer bent. Ik ook. Ik had al veel eerder willen komen. Hoe voel je je? Anke was lief. We hebben veel gepraat. Weet je, ik zag er zo tegenop om naar huis te gaan. Het lijkt net of papa hier nog is. En tegelijkertijd is hij hier niet. Ik voel dat precies zo. Ik dacht soms daar, ik ga weg. Ik ga naar huis. Naar Jessie. Naar jou. Naar papa. En dan flitst het ineens door me heen. Papa is er niet meer. Het is mijn huis niet meer. Niet zoals het was. Maar het is ook niet meer zoals het was. Alles is anders, ja. Dat betekent niet dat ik jou ook nog wil kwijtraken. Ik heb Jessie en jou zo gemist. Meneer? Ik had toch gezegd dat ik niet gestoord wil worden, Kitty? Meneer Zwager van het ministerie is er voor u. Als ik niet gestoord wil worden, dan geldt dat voor iedereen, Kitty. Dat geldt voor jou, dat geldt voor Zwager en dat geldt voor de koningin die hier op de stoep staat. Is dat duidelijk? Laat hem opblazen. Het spijt me erg, maar meneer Bilderdijk is in bespreking. Hij kan nu niet gestoord worden. Mevrouw, ik kom speciaal uit Den Haag om met meneer Bilderdijk te praten. Het spijt me echt. Maar hij kan absoluut niet gestoord worden.
Er is een noodsituatie. Ja, precies. Dat is het. Zegt u maar dat ik nog contact met hem opneem. Later op de dag. Weet je zeker dat je ze bent kwijtgeraakt? Ja, tuurlijk. Ik ben 6 keer over dezelfde rotonde gereden, dan durven ze me echt niet meer te volgen. Anders zijn ze stuk. Amateurs. Ze komen te dichtbij. Wie wordt er nog meer gevolgd? Kees Groenendaal soms. Gerard Permanent. Zie je wel. Alleen maar omdat jij je oerdriften weer niet in de hand had. Als je bij dat sletje je handen thuis had gehouden, dan was dit niet nodig geweest. Zullen we het zakelijk houden? Wat doen we? Hoeveel voorsprong hebben we nog? Ze moeten niet dichterbij komen. In de bank? Het onderzoek in de bank is uitgesteld. Dus Gerlach redt het met het geld. Ik weet het niet. Ach, Roos. Worden we nou ineens nerveus? Ze hebben iets. Anders doen ze dit niet. Jij wordt gevolgd en plotseling nu ineens willen ze de bank in. Loopt uit de hand, Gerard. Dus? Reculer pour mieux sauter. Dat betekent in rond-Holland zoiets als inpakken en wegwezen. Mee eens? Ik neem niet de beslissingen. Nee, maar jij hebt wel het overzicht over de divisies. Hoeveel tijd heb je nodig om ons vertrek voor te bereiden? Een paar uur. Een dag, hooguit. Goed. We breken op. Ga je gang. Die Katja, is die al ontdekt? Volgens mijn informatie niet. Zij is de zwakke schakel. Voor Johan en dus ook voor ons. Wat moet, dat moet. Ongelofelijke stommeling. Het stond recht voor mijn neus, ik zag het niet, verdomme. Nou, rustig maar. Dat gebeurt ons allemaal wel eens. Wat is er aan de hand? Ik zei toch dat ik in de computer zat van de PTT? Ja, en? Ik heb een uitdraai gemaakt van alle tijdstippen dat Ben zijn modem contact heeft gehad met onze computer. Ja? Er is 3 keer gemodemd op tijdstippen dat Ben hier aan het werk was. Via de PTT is alles geregistreerd. Spijt me. Nee, daar kan jij niks aan doen. Dankjewel, Kinky. Fantastisch werk. Ik zeg nog maar niks. Hou het voorlopig nog even voor je, wil je? Totdat ik het je zeg. Het is er. Even onder ons. Klinkt ernstig. Oké. Is ernstig. Het gaat over Katja. Katja? Is in gevaar. Ik weet nog niet precies hoe het zit, maar ik wil dat je het van mij hoort voordat iedereen het weet. Wat hoort? De computer bij je thuis is gebruikt terwijl jij er niet was. Iemand heeft geprobeerd om via jouw computer bij ons hier binnen te komen.
Dus daarom is Katja fout? Er is bij ons ingebroken. Er is iemand in ons huis geweest. Misschien zijn ze wel vaker in ons huis geweest. Toen er ingebroken is, heb je dat onmiddellijk gemerkt. Waarom heb je dat die andere keren niet gesignaleerd? Dat ben ik veel. Skilla is slim. Je hebt het toch gecheckt? Alles klopte toch? Ja. Skilla is slim. Geloof het niet. Niet Katja. Kasma! De hoofdofficier aan de telefoon. Top prioriteit. In godsnaam, Ben. Hoe moeilijk het ook voor je is. Maar laat niks merken aan Katja. Stond erop! Bilderdijk, het schijnt nogal dringend te zijn. Meneer Bilderdijk, met Talsma. Hoe bedoelt u onmiddellijk? Ja, maar ik weet niet of ik wel... Ja, als u het zo stelt. Goed, ik kom er dan. Onmiddellijk. Ja. Hey, Adriaan. Wat doe jij hier? Bilderdijk belde. Mij ook. Ik moest nu komen, niet over een uur, niet over een kwartier, nu. Ja, ik ook. Wat zou hij van ons willen? Geen idee. Misschien heeft hij de foto's gezien uit het restaurant. Nee, dat kan niet. Of hij weet dat we Ruisdaal volgen. Ik denk het niet. Of jij moet hem het verteld hebben. Ik heb alleen maar verteld dat we Ruisdaal zijn telefoon aftappen. Helemaal niets over observatie. Kan voor Bilderdijk al genoeg zijn. Nou, kom nou maar mee. We merken gauw genoeg wat hij wil. Voorlopig hebben wij alle troeven in handen, toch? Mm-hmm. Mevrouw Reding en meneer Talsma zijn er voor u. Dank je, Kitty. En wil je de deur dicht doen? We willen niet worden gestoord. Adrienne. Ruart, ben blij dat jullie konden komen. We hadden weinig keus, geloof ik. Gaan we zitten. Ik heb een probleem. En geloof me, dat is niet een makkelijk probleem. Toen ik begon in dit vak, had ik een oudere collega die in moeilijkheden kwam. Hij werd gechanteerd. Nu had deze man als stelling, ik laat mij niet chanteren. Wat er ook van komt, nooit. Dus hij liet zich niet chanteren en zit dan ook niet meer bij justitie. Maar het was een man met karakter, het was een man om een voorbeeld aan te nemen, nietwaar? En ik vroeg mij ook af wat ik zou doen als mij zoiets overkomen. Als je pas begint met je opleiding, is alles glashelder. Je wil het recht dienen. En goed is goed, fout is fout en er zit niks tussen. Half goed, dat kan niet. Een beetje fout, dat herken je Ruud, nietwaar? En jij ook. Maar je wordt ouder, wijzer, wat cynischer misschien. Voor je het weet besef je dat recht ook heel krom kan zijn. En dat de stelling dat iemand zich nooit laat chanteren misschien niet altijd helemaal op hoeft te gaan. Aan dat soort dingen moest ik denken vanmorgen toen deze foto's werden bezorgd. Iemand wil mij chanteren. En je kunt me rustig geloven als ik zeg dat mijn carrière over is als deze foto's in de publiciteit komen. En dat is nog maar het minste probleem. Wat zijn dat voor foto's? Is dat relevant? Ik wil het gewoon weten. Dat hoor je dan straks wel van Ruud. Ik moet je zeggen, ik heb lang geaarzeld. Ook ik ben niet zonder fouten. En ik had jullie dit graag bespaard. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat wil Skilla? Ik ben gebeld met de vraag of ik het onderzoek in de bank een paar dagen kan uitstellen. Meer niet. Meer niet.
Dat is alles wat ze nodig hebben. Ik heb je natuurlijk niet laten komen omdat ik Skylla zijn zin wil geven. Ik heb geen behoefte aan een moreel oordeel. Dit zijn de machtigingen voor alle telefoontaps van Ruisdaal. Zoals jullie over willen gaan tot observatie, mijn zegen heb je. En voorts heb ik gebeld met de rechtercommissaris. Jullie kunnen morgenochtend in alle vroegte de inval doen in de bank. Je doet me wat je nodig vindt, maar zorg er in godsnaam voor dat je je doel bereikt. Nou, ik denk dat we nog een hoop te regelen hebben. En laat één ding duidelijk zijn. Ik vraag jullie niet om een gunst. Kinky, haal de hele unit naar binnen. Ik wil met ze praten, vanavond nog. En laat de observaties door het OT overnemen. Ja? Morgenochtend slaan we toe. Goed. Ik heb ze binnen 10 minuten hier. Wacht even. Ik wil dat je nog wat anders voor me regelt. Iets speciaals. Als het kan vandaag nog. Iets wat een vrouw altijd bij zich draagt. Kledingstuk, een tas of nou ja, wat ook maar in elk geval iets waar een microfoontje in kan. Iets dat ze altijd bij zich moet hebben. Mm-hmm. Dan schiet je niet op met een kledingstuk of een tasje. Dat vergeet ze, doet ze uit. Wat denk je dan aan? Nou, laat maar. Ik weet wel iets. We hebben inmiddels alle volmachten van justitie binnen. Morgenochtend doen we een inval bij die bank, samen met Unit 7 en de rechtercommissaris. In alle vroegte tillen we Gerlach uit zijn bed. Weten we inmiddels waar Ruisdaal uithangt? Thuis. Die is vanmiddag weer netjes thuis opgedoken. Het OT staat om hem heen. Mooi. En Gerlach? Je hebt ook een OT achter. Dat is geen probleem. Prima. Kunnen we tenminste onze gang gaan. Om waar die ommezwaai? Hoe bedoel je? Dat justitie er eerst helemaal niet happig op was op taps en invallen. En nu kan alles? Ja, wie weet, hè? Misschien hebben ze dan toch uiteindelijk het licht gezien. Goed jongens, aan de slag. Met Louis. Er is hier politie. Een inval. Jullie moeten weg. Hallo? Rustig, 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 rustig. Brengen ze Gerlag naar de unit? Ik denk van wel. Zijn hele huis wordt leeggehaald. Wat is de paniek? Gerlag is net opgepakt. En er staat een hele club mensen klaar bij de unit. Ze gaan meer invallen doen. Naar de bank of komen ze hier naartoe? Ze weten niets van deze plek, dus ik denk de bank. Jij denkt. Waar is Gerard? Die is gebeld. Maar die heeft de observatie op zijn nek, dus het duurt wat langer.
het allemaal mee? Ja. Wat is hier aan de hand? Mijn naam is Talsma, hoofdinspecteur, dat is mevrouw Rieding, officier van justitie. Aangenaam. Had u niet gewoon even tot 9 uur kunnen wachten? Nee, dat kon helaas niet. Dan waren we naar alle waarschijnlijkheid te laat gekomen. Te laat. Wie is uw superieur? Hoofdofficier Bilderdijk. Ah, dat dacht ik al. Nou, dan ga ik die even bellen, want ik ken de heer Bilderdijk toevallig persoonlijk heel goed. Ja. Maar van wie denkt u dat deze handtekening is? Het is de bank. We zijn hem aan het leeghalen. Dan is het afgelopen. Ben je er eindelijk? Er staat observatie voor mijn huis, weet je nog? Wat is er gebeurd? Een half uur geleden belde Gerlach hier naartoe. Helemaal in paniek. Waarom belt die idioot hier naartoe? Wat doet dat ertoe? Ze hebben Gerlach en ze zitten in de bank. Het is een kwestie van een paar uur voordat ze hier binnen zijn. Als ze al niet onderweg zijn. Wat kunnen ze met dat nummer dat Gerlach heeft gebeld? Niet te traceren, als ze daar al aan denken. Staat op een postadres. We moeten nu weg. We mogen geen sporen nalaten. Ik ben niet paranoïde. Jij wordt achtervolgd, ze hebben Gerlach opgepakt en binnen nu in een paar uren gaan ze al onze rekeningen traceren. Wat wil je? Ze ontvangen met koffie en gebak. We gaan weg. Je weet wat je moet doen? Begin nu meteen met de opruiming. Marcus, zorg dat die leeg komt. Laat niks achter. Oké. Okay. Eindelijk. Ontmoet elkaar op de afgesproken plek en voor die tijd is er geen contact meer. Akkoord? Kort. Met een beetje mazzel heb ik alle rekeningen van Skilla binnen een dag achterhaald. Dat is heel mooi. Kinky, heb jij nog gedacht aan... Dat is schitterend. Maar werkt het ook? Ja, tot op 200 meter. Dus je moet een beetje in de buurt blijven. Dat lukt wel. Kijk jij ondertussen wat je met die bank kunt doen. Die Gerlach, die had nog net even tijd om te bellen voordat we binnen stonden. Kan je er wat mee? Als jij een officiële machtiging van justitie hebt. Bij deze. Oh ja, heb je nou even tijd voor me? Mm-hmm. Ik begrijp dat het heel erg moeilijk voor je is. Je begrijpt er geen moer van. Nee, misschien wel niet, nee. Het hele nacht in oog dicht gedaan. We zijn vandaag precies een half jaar bij elkaar, wist je dat? Ik wil dat je het uitlegt, details, alles, nu! Jouw computer is gebugd. Iemand heeft geprobeerd om via jouw computer in te breken bij Kinky. Het is een paar keer gebeurd terwijl je thuis was, maar ook een paar keer terwijl je hier op de unit aan het werk was. Sinds wanneer weet je dat? Ik weet het pas zeker sinds gisteren, toen ik het je vertelde. Hoe bedoel je pas zeker? Dacht je daarvoor ook al? De dag dat jij onverwacht thuis kwam. Ruud, vertrouw je me niet? Ben ik soms ook verdacht? Als je zo doorgaat, dan timmer ik het water in. Ik was alleen maar bang dat je je anders zou gaan gedragen. Ze is je vriendin. Ik hou van haar, weet je dat? Ik heb verdomme nooit iets gemerkt. Ik heb je nodig om eraan te pakken. Jij bent de enige die dat voor ons kan doen. Dat kan ik niet. Kun je niet van me vragen, nee. Als jij het niet doet, dan doet Skilla het. En op een heel andere manier. Wat doet Skilla met mensen die een te groot risico worden? Zolang ze maar geloven dat Katja waardevol voor ze is, dan laten ze er met rust. Oké. Wat wil je dat ik doe? Kinky zal het je uitleggen.
Talsma kan wel denken dat dit het begin van het einde is voor Skilla. Maar voorlopig zijn ze hier nog niet erg in paniek. En u ook welkom in ons nederige paleisje. Waar u voor een paar uur en voor veel geld de ellende van de wereld even kan vergeten. Zou Talsma gelijk hebben? Is dit het begin van het einde? Als Kinky alle geldstromen kan achterhalen. En Gerla gaat praten, ja. Dan komen we nog een heel eind. Als. Of Skilla moet nog een paar verrassingen in petto hebben. Een vluggertje. Het is wel een heel vluggertje. Vaten. Hey, even wegwijzen. Er zijn wat problemen. Politie. Hoe kwam jullie zo snel hier? Nou ja, kom dan maar mee. Ik stond toch op puntje jullie te bellen. Ze zeiden dat ze terug zouden komen als we gelijk de kids zouden bellen. Zo heb ik maar even gewacht. Kees Groenendaal. Wie is die ander? Corrie. Ik ben beide geweest in het ziekenhuis. Met Roberto. Is Talsma er? Niet? Geef maar door dat Skilla is begonnen met de grote schoonmaak. Dan weet hij genoeg. Alles? Wat me ongewoon lijkt. We willen niet alleen maar weten waar hij nu zit. We willen ook weten waar hij naartoe gaat als de druk groter wordt. Hè? Veel succes. Ja, nou, ik kan je wel vertellen dat we hier niet blij mee zijn. Normaal gesproken hebben we een paar dagen om dit voor te bereiden. Hey. Als wij het eerder hadden geweten, dan had je het eerder gehoord, oké? Die toestemming was er pas gisteren. Nou ja, we kijken wel. Dus één man binnen, één man observatie. Dat is een makkie. Dat is een vrouw, huishoudster, makkie. Ja, ja, dat zeggen ze altijd. Nou, een bakje koffie zou er wel ingaan. Ja, dat zou ik wel lekker vinden. Heb je die batterij weer niet opgeladen? Die zie je uit in het rek zetten? Nee, dat zou jij doen, Eikel. Nou ja. Mevrouw, zou ik hier misschien even kunnen bellen? Anders wordt de baas ongerust. Ja hoor, de eerste deur rechts. Dank u wel.
Hallo. Ja, nee, ja, ik snap dat je ons nodig hebt, maar we zijn nog even bezig. Ja, we moeten eerst nog naar de Meteorenweg en dan nog naar de Insulindelaan. Ja, nee, we hebben gewoon een schema, daar moeten we ons aan houden. Ja. Is er iets? Die stroomstoring was net te toevallig. Ik stel voor dat jullie weggaan, nu je de kans nog hebt. Ik weet niet of jullie goed beseffen met wie je bezig bent, maar deze gasten zijn heel scherp en gevaarlijk. Jullie waren stuk. Als een natte krant. Hé, hey, succes ermee. Holy shit. Kinky? Jij zei gisteren dat je een uitdraai kon maken van alle nummers die Bilderdijk ooit heeft gebeld. Dat kan. Ik heb er nog geen tijd voor gehad. Kan je dat van alle telefoonnummers? In principe wel. Ik heb bijvoorbeeld hier het nummer dat Louis Gerlig vanochtend heeft gebeld, vlak voordat hij werd aangehouden. Het is vast belangrijk. Ik wil dat je iets voor me doet. Het is iets dat ik moet weten voordat ik iets kan doen. Dat kan ik nu niet beter uitleggen. Maar jij hebt Katja's nummer nagekeken in verband met die computer van Ben. Ja. Ja, om te kijken wanneer er gemodemd is. En vanaf welke periode heb je dat bekeken? Vanaf het moment dat Ben daar is gaan wonen met zijn computer. Ik wil dat jij nakijkt welke nummers er vanuit Katja's woning zijn gebeld op de dag van de aanslag op Paul. Wat wil je met die nummers? Weet ik nog niet. Zomaar een idee. Die aanslag was om 9:15. Precies om 19:33 heeft Katja dat nummer gebeld. Hetzelfde dat Gerlach vanochtend heeft gebeld. Het moet een nummer van Skilla zijn. Dit zegt alleen maar dat er vanuit haar huis gebeld is. Niet dat ze zelf heeft gebeld. Wat heeft zij gedaan? Dit blijft wel tussen ons, hè? Totdat ik de papieren heb om deze informatie officieel te gebruiken. Goed. Ik ga alvast kijken of ik een adres kan vinden bij dat nummer. Dank je. Ja. Heb je het aan Ben uitgelegd? Zoveel viel er niet te vertellen. Ik geloof niet dat hij er erg blij mee was. Nee. Het is ook niet iets om echt blij mee te zijn, toch? Hoe staan we ervoor? Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Nou, begin maar met het slechte nieuws. Daar ben ik de laatste tijd behoorlijk aan gewend geraakt. De OT's zijn Ruisdaal kwijt. Dan bedoel ik echt kwijt. Inkijkoperatie is mislukt. Hij is definitief op de loop. Het is niet waar, hè? Zorg ervoor dat ze blijven zoeken. Laat ze naar alle plekken rijden waar hij op kan duiken. Oh ja, ik wil ook een 24-uurs observatie op Lottie Werner. Lottie Werner? De kunstdivisie. Die is toch helemaal buiten beeld? Kijk, als Skiller gaat liquideren, staat zij zeker op de lijst. Nou, misschien kunnen we er nog eentje redden. Oh, dat goede nieuws voor jou, dat moet wel heel erg goed zijn. Dat is heel goed. We hebben de beste officier die je kan hebben.
Ze heeft waarschijnlijk bewezen dat Katja Paul Rieding heeft verraden aan Skilla. Wat? Ja. Ze wilde dat ik nummers natrok van de dag van die aanslag op haar man Paul. En Katja heeft hetzelfde nummer gebeld dat Gerlach vanochtend heeft gebeld. Dus als we ervan uitgaan dat Gerlach Skilla heeft gewaarschuwd, dan... Waar is Adriana? Naar huis, denk ik. Verdomme! Is er iets? Hé, hey, Josien. Nou, ik ben blij dat jij de deur weer eens voor me open doet. Is Adriana thuis? Nee, die is net weg. Heeft ze gezegd waar ze naartoe ging? Ja, iets voor de werkregelen. Oh. Is er iets met haar? Nou, ze heeft vanmiddag iets te horen gekregen en... Maar dat is een lang verhaal. Ik leg het je nog een keer uit. Is het iets gevaarlijks? Ze komt toch wel terug? Lieve, dat is je moeder. Je loopt echt niet in 7 sloten tegelijk. Ik zorg ervoor dat ze terugkomt. Vertrouw er maar op. Adrien, ze is er niet. Wat ben jij in godsnaam van plan? Zij heeft gebeld, hè? Zij heeft Paul verraden. Ja, dat weet ik. En wat wou je nu gaan doen? Praten? Ik wil met haar praten. Waarover? Waarover wil jij in godsnaam met Katja praten? Er zijn dingen die ik niet begrijp. Ik wil dingen weten. Ja, dat weet ik. Maar denk je dat je antwoord krijgt? Ik weet niet meer wat ik moet denken. Katja is door Skilla tegen Ben aangeplakt. Hij is er met open ogen ingetuind. Jij bent niet de enige die belaasterd is. Waar is Ben? Hij is bij Katja. Met alles wat hij weet. En hij heeft hem meegenomen naar de barbecue. Mijn god, nou denkt hij... Skilla heeft al lang gewonnen. Het wordt nooit meer zoals het was. Voor niemand. Maar waarom Paul? Dat is wat ik van haar wil weten. Waarom Paul? Godverdomme! Ik denk niet dat je daar ooit antwoord op krijgt. Ook niet door iemand van Skilla.
Waar denk je aan? Afgelopen maanden. En is dat goed of slecht? Wat denk jij? Ik kan alleen voor mezelf praten. En voor jou hopen. Ik denk dat het heel goed voor je was. Ik weet in ieder geval dat het voor mij de beste maanden van mijn leven waren. Voor mij was het de mooiste, de spannendste, de interessantste, ook de angstigste tijd. Angstig? Je ex gaat er vandoor met een andere man. Je wordt weer verliefd. Maar de angst wordt groter. En ben je daar nu nog bang voor? Nee. Nee, nu niet meer. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Daarom wil ik op je proosten. Ik hou van je. Ik heb wat voor jou. Dat is voor jou. Wat doe je nou, gek? Ben, wat mooi. Dat is wel aardig, hè? Aardig? Het is prachtig. Hier doe jij dat om, dat hoort. En? Dat is heel mooi. Ik heb alleen niks voor jou. Hoeft ook niet.